Welkom op de introductie van de interactieve webinar Werken met taal op jouw zomerschool. Mijn naam is Katrien-Jan Segers en ik werk voor de organisatie Kind en Taal, een Limburgse VZW met als belangrijkste missie verbeteren van onderwijskansen bij kinderen. Ons aanbod focust zich op ouder-kindinteractie, het bevorderen van de taal- en denkontwikkeling en opvoedingsondersteuning. Onze voor- en vroegschoolse programma's en taalbaden zijn erop gericht om gezinnen te versterken en dragen bij tot sociale inclusie. Via verschillende taal- en talentprogramma's zoals Instapje, Instapje Plus, taal- en talentacrobaatjes en taallabo's begeleiden we kinderen tussen 3 en 12 jaar op weg naar een taalrijker Nederlands en op ontdekking naar al hun talenten. Wat ik vandaag graag met jullie zou willen overlopen is wat taalachterstand is. Bestaat er wel überhaupt een eenduidige definitie? Hoe verloopt de taalontwikkeling? Meertaligheid en de voordelen. Hoe ontstaat taalachterstand? Enkele wist je datjes. Tips voor op uw zomerschool. Duidelijke taal. De begeleider als tool. Of u als begeleider die het taalbad wel te verstaan laat vollopen. Communiceren met anderstaligen. Wist je dat taal een wonder is? En dat taal een essentiële voorwaarde is om ten volle te ontwikkelen? Aymira, 13 jaar uit de Dominicaanse Republiek, maakte een mooi gedicht. De toekomst is als een vakantie. De toekomst is als wachten op het dessert. De toekomst is als het opladen van een batterij. De toekomst is als een nieuwe woning. Met mijn eigen kamer, een bureau om aan te studeren. De toekomst is als een boom die groeit. Mijn toekomst danst in het park en ik dans mee. En wij gaan dansen op de zomerschool. Wat is taalachterstand nu precies? Zowel professionals, therapeuten, ouders hebben heel veel vragen over deze definitie, over wat taalachterstand nu precies is. Zijn we niet te fel gefocust op wat kinderen niet kunnen in plaats van wel kunnen? Aan wiens taal wordt de taal van meertalige kinderen gemeten en taalachterstand vast te stellen? Misschien een mismatch van repertoires? Erkennen we de talige talenten die er zijn? En geven we kinderen voldoende tijd om een nieuwe taal te ontwikkelen? We gingen op pad en vroegen aan verschillende professionals wat hun definitie was van taalachterstand. Kijken jullie even mee? Taalachterstand, en dat krijgen we ook heel vaak van onze vrijwilligers te horen, is dat wanneer een kind in de klas vaak de schooltaal niet goed begrijpt, daardoor heel moeilijk de opdrachten kan maken die de juf of meester geeft en eigenlijk zo'n beetje de algemene resultaten achteruit gaan. Voor mij is taalachterstand wanneer een kind op school komt dat niet de Nederlandse taal spreekt, minder goed de Nederlandse taal gaat begrijpen, kennen, minder goed de schoolse termen gaat begrijpen en kennen, waardoor het op de andere leerlingen een achterstand gaat krijgen. Taalachterstand is voor mij het zien van het verdriet en de angst bij een peuter die voor het eerst de schoolpoort binnenstapt. Doordat ze de taal niet begrijpen, zakt hun welbevinden, zich goed voelen. En een kind dat zich niet goed voelt, kan zich in mijn ogen niet optimaal ontwikkelen. Dit uit zich later vaak in onzekerheid en in het minder beleven van succeservaringen. Voor mij is taalachterstand komt vooral voor bij kinderen tussen 2,5 en 6 jaar, die ik een bepaalde tijd niet heb gezien. En ik merk wanneer de moedertaal niet sterk genoeg is opgebouwd, dat ze de Nederlandse taal vergeten als ze daar niet mee in aanraking komen. Dat is voor mij taalachterstand. Hoe verloopt de taalontwikkeling? We kunnen stellen dat taalontwikkeling een grillig verloop kent. Het taalverwervingsproces verloopt niet voor elk kind hetzelfde. Terwijl het bij het ene kind allemaal wat trager gebeurt, slaat het andere kind al eens een stapje over. Net zoals sommige kinderen heel lang blijven kruipen en andere kinderen het kruipen overslaan alvorens ze te stappen. Hou vooral het algemene ontwikkelingspatroon in je achterhoofd, maar wees niet te snel ongerust. Graag nu neem ik jullie even mee in de taalontwikkeling.
We kunnen spreken van de voortalige fase tijdens het eerste levensjaar. De vroegtalige fase voor kinderen tussen 1 en 2,5 jaar. De differentiatiefase van 2,5 tot 5 jaar. En de voltooiingsfase, 5 jaar en ouder. In de voortalige periode, dus het eerste levensjaar, communiceert het kind al en maakt het geluid, maar maakt nog geen gebruik van conventionele woorden. Een pasgeboren baby communiceert op basis van reflexen. Het huilt, lacht, kijkt en kijkt u aan, kijkt soms weg, beweegt of maakt geluidjes. Het geeft hiermee zijn lichamelijke behoeften weer en reageert op uw stem of op de geluiden in zijn omgeving. Vanaf 4 maanden neemt de wederkerigheid in het contact duidelijk toe. Als ouders deze bewegingen, geluiden en blikken van hun baby bestuderen, weten ze steeds beter wat de bedoeling is. Heeft mijn baby honger? Is hij moe? Wil hij aandacht vragen? Of heeft hij pijn? Verveelt hij zich? Of heeft het misschien een beetje koud of te warm? Noem maar op. Tussen 6 en 12 maanden begint een baby te brabbelen. Ik neem jullie heel graag mee naar een filmpje. De differentiatiefase. In deze fase komen alle taalblokken aan bod en timmert het kind qua taal al flink aan de weg. De differentiatiefase valt ook niet toevallig grotendeels gelijk met de kleuterfase. Het kind gaat naar de kleuterschool en verruimt zijn belevingswereld. De volgende taalblokken maken een grote ontwikkeling door in deze fase. We spreken van klankleer of fonologie. Jullie weten misschien als een kindje dierentuin zegt, dierentuin of jaf. Kinderen leren spelen met klanken, laten nog steeds eindletters en medeklinkers weg. Hoe, stik in de plaats van strik. Voor de betekenisleer of de semantiek en de woordenschat, 3-jarigen kunnen ongeveer 1000 woorden actief produceren en er al een heleboel begrijpen. Sommige begrippen worden nog steeds te breed gebruikt, net als in het vroeglinguale periode. Kinderen proberen in deze fase ook meer betekenissen uit woorden te halen, om het logischer te maken. Bijvoorbeeld, de fee, dat is omdat die altijd naar het feest gaat, toch? Dan wat betreft de grammatica, of de syntaxis, of de woordvorming morfologie. Het kindje leert niet alleen meer woorden kennen, hij gaat nu ook andere type woorden gebruiken, zoals lidwoorden, de, het, een. Dit deed hij voorheen niet, of nauwelijks. Ook komen er meer verbindingswoorden bij, toen, als, want, maar. Door uitspraken als ik heeft gevald, wordt duidelijk dat kinderen niet alleen leren door herhaling, van de ouder of van de verzorger, maar ook door regels toe te passen. Oké, dit gaat niet altijd goed, maar iedereen maakt wel eens fouten. Daar leren we tenminste van. Dan pragmatische, metalinguïstische en communicatieve aspecten. De kleuters denken na over het gebruik van hun eigen taal, corrigeren zichzelf al en vragen om uitleg. Daarnaast hebben ze niet meer alleen over het hier en nu, maar ook over andere plaatsen, tijden en algemene dingen. Bijvoorbeeld, dragen alle opa's een bril? Ik neem jullie heel graag mee in het filmpje van onze collega's van Kind en Gezin, van de differentiatiefase. Stan, wat heeft een konijn 2? Handen. Ja. Binnen, papa. Hey, ga jij zijn mondje tekenen? Ja. Ja, goed zo. Een mondje. Tussen de tweede en de derde verjaardag worden zinnen langer. Je kind zal steeds meer woorden gebruiken en combineert 2 woorden tot korte zinnetjes. Rond de leeftijd van 3 jaar kan je kind zinnetjes van 3 tot 5 woorden zeggen. De manier waarop ze zinnen vormen is nog niet perfect, maar is toch al goed verstaanbaar voor een vreemde.
Amai. Nog hoger maken. Ja, dan moeten we nog cent op doen, Stan. Wauw, die is hoog. Ups. Zeg, Stan, deel onze kruiwagen niet terug vol. Wat moeten we nu doen? Uitkappen. Oké, okay, ga je met kappen? Ja, samen. Samen, ja. Papa. 1, 2, 3. Hops. Ja, goed zo. Oh, en wat hebben we nu? Een berg. Een hoge berg. Taal stimuleren kan je op allerlei manieren doen, doorheen alle dagelijkse handelingen. Naar de paardjes, hè? Gaan die bijten? Nee, tuurlijk gaan ze niet bijten. Je vertelt aan je peuter wat er onderweg gebeurt. Je kan benoemen wat je ziet en woordjes van je peuter verbeteren. Wat een paardje. Wat een paardje, hè? Ja. Paardje was een beetje verschoten, hè? Ja. Mama ook. Ja, mama ook. Die zwaar ook. Was die zwaar ook verschoten, ja? Ja. Was weg gaan volgen. Ja, hè? Ja. Paardje sprong weg. Ja. Paardje sprong weg. Ja, hè? Ja. Kan jij ook springen? Oeh. Ja. Kijk. Die is zwaar. Ga je zwaar meegaan? Ja. Ik ga kippen zien. Ja. Ik ga kippen. Samen een boek lezen stimuleert niet enkel de fantasie, maar ook het leren begrijpen van taal en het leren van nieuwe woordjes. In de kast. En waar staat het fruitsap? Op de grond, zegt. Ja. Ja, laat Julokken ook eens zien in het boekje. Ja, die moet op zijn knieën zitten. Je moet hem op zijn knieën zitten. Ja, zet hem maar op zijn knieën. Hè. Kijk eens. Ik kan zo zitten. Ik kan hem zo zitten. Ja, aan de aardappel, oma. Ah, nu gaan we verder. Kijk, oh, met wat gaan ze rijden hier? Met de? Met de auto. Met de auto. En kijk, wat zijn dat hier allemaal? Allemaal bomen. Allemaal bomen. En veel bomen gaan ze naar het bos, hè. Kijk, oh, en wat is er hier gebeurd met de boom? Krak. Krak, ja. Wat geven ze aan mama en papa? Zoentjes. Zoentjes, ja. Kijk, en mama en papa zijn heel... blij, hè? Over het algemeen kan het kind de klanken uit de eigen taal nu allemaal uitspreken. Tussen van 5 tot 10 jaar gaan ze ook al naar de lagere school. Dus ze komen heel veel in aanraking met taal en leren het ook met de schooltaal. En natuurlijk thuis en overal in de wereld. Kennis van de wereld is ook heel belangrijk. De uitspraak van moeilijkere klanken, zoals de sch van school... de SF of SK zijn al iets moeilijker en dat loopt nog niet bij elk kind perfect. Het kind kent uiteraard veel meer woorden. Op 5-jarige leeftijd kent een kind gemiddeld ongeveer 3000 woorden en op 6-jarige leeftijd ongeveer tussen de 6000 en 8000 woorden. Zinnen worden langer en complexer. In het vertellen van verhalen worden ook veel meer details gebruikt. Ook begint het kind na te denken over taal. Het kan humor of sarcasme begrijpen en herkennen, woordgrapjes begrijpen en zelfs volwassenen verbeteren. Hierdoor verkrijgt het kind ook steeds meer inzicht in zijn eigen taalgebruik. Bijvoorbeeld, vroeger zei ik, maar nu weet ik het eigenlijk, wat het is. Hoe ontstaat taalachterstand nu? We hebben heel veel factoren die met taalachterstand kunnen te maken hebben. Misschien is het kindje verlegen en heeft hij weinig oefenkansen met taal. Taalproblemen kunnen ook ontstaan wanneer het gehoor van het kind beschadigd is of wanneer het kind een beperkt gezichtsvermogen heeft. Het kind moet een bepaald niveau van intelligentie hebben. Misschien wordt hij niet uitdagend genoeg in zijn thuissituatie, dus een minder prikkelende thuissituatie. Het komt regelmatig voor dat ouders zich niet bewust zijn hoe belangrijk ze zijn in een stimulerende omgeving aan te bieden, vooral als het aankomt op taal. De omgeving moet dus sowieso voldoende taal aanreiken en in interactie gaan met het kind. Kinderen nemen initiatieven om in contact te komen met de mensen om hen heen. Ze hebben behoefte aan een omgeving die... heel veel belangstelling voor hen heeft en op hen reageert. Welke volwassene heeft dat ook niet nodig? Het vermogen tot taalverwerving, dus de taalknobbels, is beperkt.
Deze aanleg voor taal is eigenlijk de motor. Het kan ook zijn dat ouders zelf een taalachterstand hebben en dat daardoor het kind in de vroegere leeftijdsjaren te weinig geleerd heeft. Gedragskenmerken zijn ook altijd heel belangrijk. Dus u ziet, naast heel veel definities van taalachterstand kunnen heel veel factoren te maken hebben van waarom heeft het kind uiteraard taalachterstand en is het altijd belangrijk om een professional raad te plegen. Ik neem jullie heel graag mee in het volgende filmpje in verband met tweetalige kinderen. Hebben die een taalachterstand? Hebben tweetalige kinderen een taalachterstand? De taalontwikkeling van een kind verloopt via verschillende fases. De meeste kinderen beginnen rond de 6 maanden met brabbelen. En rond hun eerste verjaardag zeggen ze hun eerste woordje. Maar hoe zit dat met kinderen die opgroeien met twee talen? Hebben zij meer tijd nodig bij het doorlopen van deze fases, omdat ze twee dingen tegelijk moeten doen? Nee. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die vanaf hun geboorte tweetalig worden opgevoed, op hetzelfde moment gaan brabbelen en praten als kinderen die met één taal opgroeien. Ook verwerven eentalige en tweetalige kinderen taalregels op hetzelfde moment in hun ontwikkeling. Een voorbeeld van zo'n taalregel is de regelmatige verleden tijdsvorm, waarbij je in het Nederlands de of te achter de stam van het werkwoord plakt. Uitzonderingen op de regel, zoals onregelmatige verleden tijdsvormen, kunnen tweetaligen wel meer tijd kosten. Omdat die niet de algemene regel vormen, moeten we ze uit ons hoofd leren. En hoe vaker je een woord hoort, hoe makkelijker je het onthoudt. Ook hebben tweetalige kinderen soms problemen met het vinden van woorden. Dat heeft twee oorzaken. Tweetalige kinderen kennen in één taal vaak wat minder woorden dan eentalige kinderen en moeten dan op zoek naar een omschrijving. Of ze kennen het woord wel, maar dan kost het meer tijd om het juiste woord op te diepen uit hun geheugen. Bij tweetaligen staan namelijk steeds beide talen aan, ook op de momenten waarop ze maar één taal actief gebruiken. Door deze dubbele activatie ontstaat een woordenstrijd in de hersenen. Het woord dat wint wordt uitgesproken en het andere wordt onderdrukt. Je kunt je wel voorstellen dat deze woordenstrijd ten koste gaat van de snelheid van het taalgebruik. Maar er is ook een positieve kant aan dit verhaal. Een Canadese onderzoeker vermoedde dat tweetalige kinderen door hun training in het onderdrukken van een taal wel eens extra goed zouden kunnen zijn in het negeren van informatie die er niet toe doet. Een bekende taak om deze hypothese te testen is een computerspelletje met een hongerige vis. De vis zwemt naar links of naar rechts bij het plusje. Je moet hem zo snel mogelijk te eten geven door op de knop te drukken aan de kant waar hij naartoe zwemt. Er zijn andere vissen die steeds de tegengestelde kant op zwemmen. De context zorgt hier dus voor afleiding. Maar bij verschillende studies onder één- en tweetalige kinderen blijkt dat de tweetaligen irrelevante informatie makkelijker kunnen onderdrukken. Daardoor kunnen zij de taak sneller uitvoeren. Toch zijn er ook recente studies die geen verschil vinden tussen één- en tweetaligen bij het doen van dit soort cognitietaakjes. Of tweetaligen een cognitief voordeel hebben, kunnen we dus niet met zekerheid zeggen. Wel zijn er natuurlijk allerlei andere voordelen als je twee talen spreekt. Het vergroot bijvoorbeeld je kansen op de arbeidsmarkt en je wereldbeeld. Meertaligheid. Het leren van de moedertaal is een natuurlijk proces. Dit betekent niet dat taalverwerving, dus het zich eigen maken van de taal, zomaar vanzelf gaat. Een kind dat niet met taal in aanraking komt, zal nooit goed leren spreken. Denk bijvoorbeeld aan de Wolfskinderen of de Wilde van Aillon. Waar gebeuren de verhalen die veel terugkomen in de pedagogiek? Meerdere talen spreken biedt heel wat voordelen. Een kind is op jonge leeftijd heel taalgevoelig. Je kan het vergelijken met een spons
die heel veel opneemt. Dus meerdere talen leren verloopt dan heel vlot. Het doorgeven van de moedertaal is belangrijk voor de relatie tussen ouders en kind. Daarnaast is taal een deel van de identiteit. Daarom is het belangrijk dat ouders vrij kunnen kiezen welke taal ze zullen spreken met hun kind. Wist je dat vertrouwen een voorwaarde is tot leren? En dat kinderen en jongeren leren in interactie met de wereld door dingen te doen die aansluiten bij hun interesse? Een zomerschool heeft dus veel meer effect als je voldoende tijd investeert in kennismaking en uiteraard het opbouwen van een vertrouwensband. Dit zowel tussen jou en de kinderen of de jongeren, maar ook de jongeren onder elkaar of de kinderen onder elkaar. Wist je dat een zomerschool als belangrijkste taaltaak eigenlijk door middel van leuke activiteiten het Nederlands aangeeft en de moedjes eruit haalt? Met andere woorden, we doen alles spelenderwijs en halen het moeten eruit. We geven het Nederlands een positieve draai en een positieve waarde, dus niet zozeer in de zomerschool de schooltaal opfocussen, maar noem het vriendentaal. Zo maakt het Nederlands verbinding mogelijk met andere kinderen en andere jongeren van verschillende achtergronden. Een positieve waarderende houding ten aanzien van meertaligheid heeft een impact op het welbevinden en de betrokkenheid van het kind. Wist je dat op zoek gaan naar de gelijkheid in de verscheidenheid en de verscheidenheid in de gelijkheid wonderen kan verrichten? Een heel belangrijk wist je datje is ouderbetrokkenheid. Dit is een heel belangrijke succesfactor in het welslagen van uw zomerschool. Erken de ouders steeds in hun rol als primaire opvoeder. Heb respect voor de identiteit van ouders en laat deze niet verloren gaan. Hoe kan je dit doen? Geef ze een plek in jouw zomerschool. Misschien heeft een van de ouders wel een talent, een bijzonder talent, waarbij je in de zomerschool aan de slag kan gaan. Verwelkom de ouders 's ochtends met een tasje koffie, een tasje thee en maak een babbel. Highlight daar ook de positieve eigenschappen van hun kind. Herhaal telkens kort na de dag wat de kinderen gedaan hebben op de zomerschool. Ga hiermee met de ouders in gesprek. Een leuk extraatje wat we vooral tijdens coronatijden ook toepasten zijn de WhatsApp-groepen, de WhatsApp-oudergroepen. Zo stuurden we elke dag filmpjes door wat hun kinderen gedaan hadden en beleefd hadden. En je kan er ook altijd taaltips in delen of de woorden, gedichten, alle activiteiten die ze gedaan hebben met de ouders op die manier delen. En heel veel succes gegarandeerd, want ouders proberen heel veel terug te reageren. Dus dat is heel fijn, heb je instant feedback. Nodig hen uit om kennis te maken met het vrije tijdsaanbod en de inschrijvingsmodaliteiten in je omgeving van de zomerschool. Bedank hen ook vooral voor hun vertrouwen. U gaat aan de slag met hun kostbaarste goed. Heel leuk is een toonmoment aan het einde van de zomerschool. Zowel ouders, begeleidersfeer en de kinderen stralen op dat moment. Als voorbeeld heb ik een filmpje bij wat wij gebruikten om anderstalige ouders ook mee te betrekken in de zomerschool. Dit is vooral een filmpje dat uitleg geeft over de locatie, de coronamaatregelen en hoe een dag er eigenlijk uitziet en waar we hun kindjes gaan begeleiden.
Ik geef jullie graag ook enkele tips mee voor in uw zomerschool. Heel belangrijk, een veilige omgeving. Creëer een veilige omgeving. Dit is uiteraard de basis om taal, te ontwikkelen. Een kind moet zich vrij en ondersteund voelen om de taal te kunnen gebruiken. Kinderen moeten volwassenen kunnen imiteren en fouten mogen maken. Je mag ze niet verbeteren door te zeggen dat is fout wat je nu zegt, maar wel door het juiste voorbeeld te benoemen en te herhalen. Eigenlijk is het impliciete feedback dat je geeft. Bijvoorbeeld, ik heb mijn beker al leeg gedrinkt. Ah, ik zie het. Je hebt je beker leeg gedronken. Laat af en toe de thuistaal toe, zodat een kind ouder zich veilig voelt om te spreken. Maar koppel hier steeds wel de Nederlandse vertaling aan. Vooral als het gaat om emoties bij kleinere kinderen, maar ook al wel bij jongeren is het soms fijn om die thuistaal ook eens te horen, want dat hoort bij hun identiteit. Tip 2, taal is er altijd en overal. Probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat je doet. Wat je al hebt, wat er is, wat er in de omgeving of in je zomerschool allemaal te zien valt, gebruik het. Ik heb een heel simpel voorbeeldje, wat je ook terug kan zien op de foto's, zoutig maken. Dit kan een heel taalrijke activiteit worden. Je kan van A tot Z benoemen wat je doet, welke materialen je gebruikt, welke ingrediënten, hoeveel we nodig hebben. Hier kan je zelfs rekentaal in gebruiken, want je gaat vooral gewichten, aantallen, dus dat ga je allemaal benoemen. Heb hierbij steeds extra aandacht voor de kinderen en jongeren met taalachterstand. Begrijpt iedereen altijd alles? Maar blijf vooral benoemen en laat hun zelf ook benoemen. Ze zijn dan actief bezig en ze zijn ook nog eens met taal bezig. Een hele leuke andere activiteit op een zomerschool kan een kookactiviteit zijn. Uiteraard moeten we rekening houden met de coronamaatregels. Maar kinderen vinden en jongeren vinden dit heel leuk en uitdagend. Succes gegarandeerd. Tip 4. Gebruik creatieve taal. Van kamishibais tot gezelschapsspelletjes, tot handpoppen, allemaal hele mooie activiteiten. Bij kleinere kinderen, maar ook bij jongeren. Uiteraard, een handpop is vooral voor de jongste doelgroep. Maar gezelschapsspelen gaan van jong tot oud. Hier kan je ook weer heel veel spelen met taal. Je kan woordslangen maken, rijmspelletjes, poppenkast spelen, voorlezen. Ik denk op de zomerschool is er altijd plaats voor voorleesmomenten. Laat de kinderen zelf voorlezen. Ze vinden dit heel fijn en zijn heel fier als ze dit ook hebben mogen doen. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen kan je ook werken met handpoppen. Zeker bij de kleintjes, zoals ik net ook zei. Omdat dit uitnodigt om meer taalgebruik te stimuleren en te gebruiken. Kinderen zijn dan ook veel sneller gemotiveerd. Knutselactiviteiten. In een zomerschool is er uiteraard plaats voor knutselactiviteiten. Deze stimuleren de creativiteit. Maar let er wel op dat je voldoende taal aanreikt. Door zelf heel veel te benoemen, maar door de kinderen en de jongeren zelf ook heel veel te laten zeggen. Benoem kleuren, benoem materialen, vormen, noem maar op. Het spel Wie is het? Is een van de populairste spelletjes, zowel voor jong als oud. En laat de kinderen heel veel praten en kinderen moeten heel wat woordenschat gebruiken. Kringgesprekken en laat kinderen vragen stellen aan elkaar, zonder ja of nee te mogen antwoorden. Gebruik ook veel open vragen. Hier moeten ze echt wel een heel boeiend en uitgebreid Nederlands antwoord op geven. Een hele leuke voor jongeren is tip 5. Maak je eigen rap. Ik daag jullie uit. Maak een gelijkaardige rap, zoals wij gedaan hebben. Hier zie je ook de spin die we gemaakt hebben met het woord vakantie, waar de jongeren dan eigenlijk allemaal woorden aan vastkoppelen. Ik daag jullie uit als begeleider om het thema zomerschool te kiezen. Tip 6. Zowel jongeren, kinderen, maar voor kinderliedjes zijn we heel erg gewoon. Kinderen zingen graag, maar jongeren zingen ook graag. Trouwens, studenten houden van kantussen, zangstondes en dichtrondes,
ook altijd heel populair op een zomerschool. En heel taalrijk. Dus ga er zeker mee aan de slag. Een hele leuke tip 7. Letters en ingrediënten op dit mooie rad maken een heerlijk menu. Wij noemen het het letterbuffet. Eigenlijk draaien de kinderen aan het rad, hebben een letter en moeten dan een ingrediënt uitkiezen, waarmee ze daarna een heerlijke maaltijd maken. Zo combineer je een leuke activiteit met een taalrijke activiteit, heel veel woorden en letters. Smakelijk! Tip 8. Gebruik een dagboek. Bespreek het dagboek als het wat moeilijker is om te schrijven in een kringgesprek. Was het leuk vandaag? Wat heb je geleerd? Met wie ben je vooral aan de slag gegaan? Wie heb je zelf geholpen of wie heeft jou geholpen vandaag? Hoe voelde jij je vandaag? Emoties is ook altijd een heel mooi thema om mee aan de slag te gaan. Tip 9, trek erop uit. Kennis van de wereld is een van de belangrijkste aspecten in taalverwerving. Ga naar de brandweer, ga naar de markt, ga naar de bibliotheek. Laat jongeren zelf kiezen waar ze eens op pad naar willen gaan. Het hoeft daarom niet super formueelig te zijn, maar gewoon dagdagelijkse dingen, zoals de bus leren nemen, zijn ook al heel zinvolle dingen. Wij gingen alvast in de zomerschool vorige week naar La Biomista. Daarvan hebben we kort een filmpje. Nog enkele tips die ik wil meegeven. Gebruik vooral ruimtelijke begrippen. Boven, onder, tussen, naast, in het midden. Laat kinderen dit fysiek uitbeelden, dan oefen je ook nog eens de lateralisatie. Begrippen in verband met tijd en ruimte zijn ook heel belangrijk. Nu, straks, morgen, overmorgen, volgende keer. En om de rekentaal nog meer focus te geven, zoals eerste, laatste, het dubbel, de helft, noem maar op. Hiermee kan je ook spelletjes spelen met dobbelstenen, tellen en pionnen verzetten. Dus dan hebben ze heel wat rekentaal achter de kiezen. Duidelijke taal. De begeleider als tool of hoe jij het taalbad kan laten vollopen. Creëer veel spreekgelegenheid. Dat spreekt uiteraard voor zich. Check, check, double check. Check altijd of de boodschap begrepen werd. Vermijd figuurlijke taal. De Nederlandse taal is heel wat spreekwoordenrijk, maar zeker voor anderstalige kinderen is het niet altijd simpel, omdat zij hebben in hun eigen taal ook heel mooie spreekwoorden, maar die komen altijd, als je die letterlijk zou vertalen, zou dit misschien heel vreemd overkomen. Dus vandaar, als je figuurlijke taal of als je met spreekwoorden werkt, leg ze dan zeer goed uit. Bekrachtig. Wie vindt het niet leuk om een complimentje te krijgen? Jong of oud, iedereen geniet ervan en het welbevinden stijgt en je krijgt positieve resultaten. Betuttel niet. Adviseren is luisteren en niet betuttelen. Oké, super. Dit zijn internationale woorden. Dus dit kan je ook altijd gebruiken op je zomerschool. Geef impliciete feedback. We hebben het daar straks al even over gehad, dat het heel belangrijk is dat je naast expliciete feedback, door complimentjes geven, ook impliciete feedback geeft. Gebruik pictogrammen. Het internet staat vol. Bij elk woord past wel een beeld. Gebruik het. Het is heel verstaanbaar en kinderen en jongeren kunnen er zeker mee aan de slag. Kijk- en hoorafstand.
voornamelijk de hoorafstand. Bij baby's en bij peuters vinden we dit heel normaal. We gaan heel dicht bij de baby als we iets vertellen of uitbeelden en we gebruiken zelfs heel veel mimiek. Bij peuters en kleuters doen we dat ook nog wat automatisch. Maar het is toch belangrijk dat je heel goed of dichtbij de afstand mee rekening houdt om met de kinderen en de jongeren aan de slag te gaan. Wij horen ook graag van dichtbij, om het zo maar te zeggen. Wees creatief. Er zijn veel knutselactiviteiten die we doen, maar met creatief denken is nog een andere. Hier stimuleren we de executieve functies mee. Als leerkracht of als begeleider ben je creatief, maar de kinderen kunnen zelf ook heel creatief zijn. Denk eraan, als ze misschien moeilijk ter taal zijn, dat ze het misschien kunnen uitbeelden of aan de hand van knutselactiviteiten of aan de hand van een kleine tekening gewoon al een papier en een potlood aan de slag kunnen en laten zien wat ze eigenlijk bedoelen. Veel sociale interactie is uiteraard gegarandeerd op een zomerschool. Onze Nederlandse taal heeft heel wat afkortingen en we gebruiken, zeker bij verschillende beroepen, heel wat jargon. Het is zo vanzelfsprekend voor ons, die de Nederlandse taal machtig zijn, maar als je afkortingen gebruikt, leg ze dan ook zeker uit. En het jargon ook. Maak oogcontact. Dit spreekt ook voor zich. Laat voldoende ruimte en inbreng voor van de kinderen. Het is hun zomerschool, samen met jou, maar zij hebben vaak ook heel veel creatieve ideeën die ze graag met jou delen. En misschien wel activiteiten aanreiken waar je zelf niet aan gedacht hebt en ermee aan de slag gaan. Ondersteun je taal met gebaren. Dit is altijd een zinvol hulpmiddel. Onze collega's van Agentschap Integratie en Inburgering hebben nogmaals heel mooi 10 tips weergegeven. Je kan ze overal terugvinden. Hoe communiceer je met anderstaligen? Dit is voornamelijk gericht op volwassenen, maar jongere kinderen en eigenlijk wat we net overlopen hebben, komt hier ook een stuk in terug. Ik wil ze graag nog even kort overlopen met jullie. Spreek duidelijk en langzaam, maar blijf spontaan. Wees voorzichtig met formele taal, afkortingen en dialect. Vermijd figuurlijk taalgebruik zoals spreekwoorden. Beperk je tot de essentie, maar blijf wel in correcte zinnen spreken. Gebruik korte actieve zinnen met eenvoudige en transparante woorden. Moedig aan om Nederlands te spreken. Elk gesprek is een oefenkans. Schakel dus niet te snel over naar een andere taal. Corrigeer taalfouten op een positieve manier. Dit is die impliciete feedback. Ondersteun je uitleg met foto's, gebaren, pictogrammen. Herhaal en herformuleer. Controleer of de anderstalige je begrepen heeft. Willen jullie graag nog meer tips, stellingen en casuïstiek bespreken, dan zien we je graag op 4 augustus 2021. Neem zeker een kijkje op onze website www.kindentaal.be en download onze gratis app Paroli. Ik kijk er alvast heel erg naar uit. Bedankt en tot gauw!